Hoi lieve allemaal, welkom bij deze extra video voor tweeling vlammen lichtwerkers. Voordat ik ga beginnen, wil ik allereerst de schrijfster van deze kaart willen bedanken. Vanuit mijn hart, dat is Patricia. Het is het enige wat ik van haar weet, dat ze Patricia heet. Ze had geen adres bij, geen mailadres, dus ik kon haar niet persoonlijk bedanken. Zij heeft mij een bedankkaart gestuurd met haar verhaal. Helemaal vanuit haar hart. En dat, dat komt dan natuurlijk ook bij mijn hart binnen. Zaterdagochtend, niets vermoedend, lag deze op de mat. Met ook nog een donatie erbij als dank voor de gratis video's die ik plaats. En lieve Patricia, dat was een grote verrassing. En ja, fantastisch. Hartstikke lief van je. En dan via deze weg mijn dank naar jou. Oké, nou, deze video gaat niet zo makkelijk worden voor het ego. Ik heb al doorgekregen waar het over gaat. En dit is voor het spirituele ego niet makkelijk. Het gaat om dat heel veel lichtwerkers... Nee, laat ik het anders zeggen. Lichtwerkers voelen dat ze hier op aarde zijn met een bepaalde missie. Dat ze iets te geven hebben, de wereld. Dat ze de wereld iets te geven hebben. Maar wat houdt dat dan in? Dat dienstbaar zijn, geven aan die wereld. Dat heeft niets te maken weinig te maken met kennis delen. Je spirituele kennis delen. Die kan iedereen uit opzoeken. Hoewel het wel een onderdeel natuurlijk is. Het is een deel yang. Het is je mannelijke energie. Het is kennis overdragen. Dat is ook prima. Maar daar moet altijd dan die balans zijn met yin. En yin is je eigen ervaringen delen, je eigen verhaal delen. En dat is vanuit het hart spreken. En dat is waar de meeste lichtwerkers nog moeite mee hebben of zelfs niet doen. Daarin passief blijven. En dat is jammer, want om zeg maar de wereld te verheffen naar een hoger plan, is het nodig dat 10% van de bevolking, en dat zijn dus die lichtwerkers, dat minstens 10% dienstbaar gaat zijn op die manier. En mensen gaan inspireren en de wereld laten zien hoe zij uit de schaduw in het licht zijn gekomen. Maar dat houdt dus in dat je je eigen worsteling deelt. Dat je dus niet deelt hoe spiritueel je bent en hoe goed je bent. Maar juist de periode deelt dat het minder goed met je ging. Dat je je in het duister hebt getast. Dat je het niet lukte om lief te hebben. Dat je verslavingen hebt gehad. Whatever. En dat is... Kijk, ik heb gisteren een legging gedaan voor het collectief. Dat was nog behoorlijk een enorme worsteling wat in die legging lag. Ik schrok er eigenlijk een beetje van, wat op dit moment gaande is. Het is heel zwaar, dat wist ik wel. Ik zag het eigenlijk dan ook nog weer precies voor me. Veel ruzie, veel conflicten dus, veel woede. Maar ook de duivel kwam naar voren. Mensen zich heel erg laten beïnvloeden door alles in die materiële wereld. Zich nog niet over hebben gegeven aan die spirituele wereld. En die mensen hebben hulp nodig. Die mensen hebben hulp nodig en die moeten geïnspireerd worden. En daar zijn de lichtwerkers voor. Maar je kunt de ander niet voldoende inspireren als je alleen maar
kennis deelt. Wat je zelf uit lezingen hebt gehaald. Dat is maar een onderdeel. En toen kwam deze ook nog op mijn pad vanochtend. Dan kom ik op een punt dat ik de video kan opnemen. En dit bevestigde mij ook. Dat heel veel mensen bang zijn om zichzelf te laten zien. Dus, ik ga een stukje voorlezen. Dus als je wat bang bent om dit te doen, wees dan bereid om in de spiegel te kijken. Wees bereid jezelf aan te kijken en te zeggen, waarom ben ik bang om mijn persoonlijke verhaal te vertellen? En wat zul je ontdekken als je eerlijk kijkt, is dat achter die bevreesdheid zich nog steeds een aspect van jouw ego schuil houdt. Dat jou dat gevoel geeft, wat je ook maar hebt, om jou ervan te weerhouden, jouw verhaal vrijuit te delen. En dus moedig ik jullie aan om hier naar te kijken. Wees eerlijk. Wees bereid naar jezelf te kijken tot je op het punt komt dat je jouw leven hebt gedepersonaliseerd. En zegt, dit is niet mijn leven. Het is niet voor mij gereserveerd. Ik heb het pad bewandeld omdat ik vrijwillig heb aangeboden met Saint-Germain een van de voorlopers te zijn die een bepaald aspect van het massabewustzijn op zich heeft genomen. Zodat ik door dit zelf door te werken, misschien het gemakkelijker voor anderen maak door een pad door de jungle uit te hakken van het collectieve bewustzijn. En nummer 2, er ook op uittrek om mijn proces met anderen te delen. Zodat zij er misschien door worden geïnspireerd en de waarheid beseffen die wij, de geascendeerde meesters, al een hele tijd prediken. Dat wat één heeft gedaan, allen kunnen doen. Want wat op dit moment nog veel speelt, is dat veel mensen hun spirituele kennis delen, prediken, maar zelf niet leven naar wat ze prediken. Of zelf nog niet ervaren wat ze prediken. En daar komt de uitspraak natuurlijk ook vandaan, practice what you preach. Ik ben ooit coach geweest toen ik nog bij de sociale dienst werkte. En toen was ik heel erg onbewust. En als coach is het de bedoeling dat je anderen kunt leiden zonder te lijden. Maar dan moet je als coach natuurlijk controleaspecten hebben losgelaten. En ik had dat allesbehalve gedaan. Ik ben daar natuurlijk ook helemaal in vastgelopen. Nou is dat niet erg, want ik moest daarin vastlopen om dat te zien. Ja, dus alles wat er gebeurt heeft een reden en dat is oké. Maar je kunt mensen niet inspireren als je zelf nog vastzit. En als je zelf nog controle issues hebt. Als je nu niet bang bent om jouw ware zelf te tonen. He? Want ik toonde in die tijd dat ik coach was, toonde ik mijn superieure zelf. Maar dat is niet echt. Dat was een masker. Ik was voor de rest heel onzeker in mijn zijn. Ja, en dan krijg je de kans om coach te worden. Maar het was natuurlijk ook een hele andere tijd. Maar ik bedoel, als ik nu terugkijk, was dat een zeer boeiende ervaring. Wat ook tot een torenervaring heeft geleid voor mij. En wat ook moest gebeuren om wakker te worden. Dus ja, nogmaals, er is geen slecht of fout. Maar je kunt mensen niet inspireren als je zelf niet wakker bent. Als je zelf niet happy bent. Als je zelf nog niet je heelheid voldoende hebt bereikt. Ik heb het niet over 100% heelheid. Maar ik heb het wel over dat je voor een groot deel je eigen schaduw kent, jezelf kent. Als je jezelf kent, zie je ook alles in die ander. Zonder te veroordelen. Want dan is het oordelen ook helemaal voorbij. Want hoe kun je een ander bijvoorbeeld veroordelen, terwijl je zelf ook weet van ja, maar ik heb dat ook ooit gedaan. Hè? Dan kijk je wel linkeruit.
Ja, want dat zou niet zuiver zijn. En dan heb je meesterschap in de liefde. Dan heb je meesterschap in onvoorwaardelijke liefde bereikt. En dan kun je anderen inspireren. Maar dan ben je ook niet meer gehecht wat anderen van je vinden. Dan kun je gewoon heel erg open zijn over je verhaal te delen. Nou, en wat ik net voorlas, voor dat ook de opgestegen meesters je aanraden om goed bij jezelf te kijken. Ja, waarom ben ik eigenlijk nog bang om mezelf neer te zetten? Of te delen? Mijn moeilijkste ervaring te delen. Waar je wellicht ooit voor hebt geschaamd. Want daar gaat het om. En waar jij je schuldig aan hebt gemaakt. Aan mensen pijn doen. Ze verlaten. Ze in de steek laten. Emotioneel. Er niet voor ze zijn. Of juist te veel geven. Maar ook uit egoïstische doeleinden. Alles deelt vanuit je dat je egoïstisch was. En heb niet de illusie dat jij niet egoïstisch bent geweest, want dat ben je wel. En dat weet ik zeker. Is ook lastig om te horen natuurlijk, maar anders zit je helemaal in je ego, want dan denk jij dat jij perfect bent en de ander niet. Dus, ja. 10% is ervoor nodig om het collectieve bewustzijn te verheffen. Maar dan moet die 10% wel meesterschap in de liefde hebben bereikt. En het heeft heel weinig zin om als je coach wil zijn of als je lichtwerker wil zijn en je praktijk opent, als jij vergeet om jouw levenservaringen te delen, hoe jij daar gekomen bent, wat eraan vooraf is gegaan, hoe je hebt geschaamd, waar je je schuldig aan hebt gemaakt, wat je beter anders had kunnen doen. Waar je tegenaan bent geloofd. Door muren. De duivel in jou. Hè, die jou iedere keer heeft verleid tot whatever. En dat zal mensen inspireren om te weten. Hey, uit de duister is er een pad naar het licht. Je kunt mensen niet inspireren door verschillende opleidingen te volgen ten aanzien van psychologie, ten aanzien van beïnvloeding van mensen, als het alleen maar is met betrekking tot kennis. En je eigen ervaring daar niet die balans in schept. Als jij zelf bijvoorbeeld iemand in beweging wil brengen, maar je komt zelf voor geen meter in beweging, hoe kun je dat dan overbrengen aan de ander? Dat kan helemaal niet. Dan is het de blinde die de lamme die de blinde leidt. Oké, naar aanleiding van daarvan ga ik uit de Osho tarot legging doen. En daarnaast nog meer informatie vragen. Oh, ik heb... Nee, toch. Alles is goed. Oké. Ik zie hier een kaart. Ik doe met mijn ogen dicht. Doe ik hem erin stoppen. Zo. Want ik had een kaart die... Ik schud hem even nog weer door elkaar. Zo. Die achter was gebleven. Zo. Oké, nou, ik ga ze eruit trekken. De situatie. Dus aansluitend bij practice what you preach. En de 10% van de lichtwerkers. En wat de boodschap daarvoor is. Je kunt pas verschil maken op deze wereld als je zelf het pad hebt bewandeld. Het pad van en dat je jezelf bevrijd hebt. Van al het menselijke drama. Angsten. Maskers.
Welke wil ik? Die. Oké. Ja, en ik wist al welke leidraad zou worden, want voordat ik de kaarten schud, voordat ik de video op ga nemen, of in ieder geval op opname zet, schud ik de kaarten al. En stem ik me af en vraag ik de kaart die nu valt, of zeg ik de kaart die nu valt voor de leidraad voor de reading. En deze viel eruit, ja, en toen wist ik eigenlijk al dat dit precies de juiste kaart is. Want dit is de kaart, dit is de betekenis van deze kaart. En ik ga het voor jullie ook nog even voorlezen uit het Osho-boek. Zo ver als deze rebel moet je zijn om dienstbaar te kunnen zijn aan de mensheid. En om voor de opgestegen meesters te kunnen werken als lichtwerker. Dat je een open deur bent, een open kanaal bent om te helpen het collectief te verheffen. Dan moet je echt dit stadium bereikt hebben. En dat is de rebel. En die ga ik even voorlezen. Dat is een grote arcana kaart. In deze set ook. De rebel 16. Dat is heel belangrijk. En dus dat, ja, ik raad mensen, ook als ik persoonlijke tarot coaching doe en ik pak het boekje erbij, raad ik mensen altijd aan om even de ogen te sluiten en de woorden helemaal in te laten dalen. Ja, hier kijk. En er ligt Source er ook nog onder. Ja, dit. Als je zover bent, werk je voor Source. Werk je samen met de bron. Geweldig. De machtige autoritaire figuur op deze kaart is duidelijk meester over zijn eigen lot. Het is heel belangrijk. Meester zijn over zijn eigen lot. Meesterschap bereikt. Op zijn schouder staat het embleem van de zon. En de toorts die hij in zijn rechterhand houdt, symboliseert het licht van zijn eigen met moeite verkregen waarheid. Of hij nu rijk is of arm, de rebel is eigenlijk een keizer. Want hij heeft de ketens van de repressieve conditionering en het maatschappelijke oordeel verbroken. Hij heeft zichzelf gevormd door alle kleuren van de regenboog te omarmen. Hij is ontstegen aan de duistere, vormloze wortels van zijn onbewuste verleden. En heeft zich vleugels aangemeten om de hemel in te vliegen. Zijn hele levenswijze is rebels. Niet omdat hij tegen iets of iemand vecht, maar omdat hij zijn eigen ware aard heeft ontdekt. En vastbesloten is daarnaar te leven. De rebel daagt ons uit de moed te hebben om verantwoording te nemen voor wie wij zijn en naar onze eigen waarheid te leven. En dan kun je voor de opgestegen meesters gaan werken. Tot die tijd ben je student, ben je leerling van de opgestegen meesters. En is het eerst tijd om naar binnen te keren. Steeds maar weer kennis over jezelf vergaren. Je angsten onder ogen te zien. Pijn uit het verleden te helen. Zodat je niets meer aantrekt van wat de maatschappij van je zal vinden. Of wat anderen van je zullen vinden. Als jij jouw verhaal deelt. Deze rebel kan zijn met moeite verkregen waarheid. Om meester te worden over zijn eigen lot, meesterschap in de liefde te bereiken, durft hij te delen met de wereld. Hoe shameful dat ook voor het ego wellicht is. Dat is waar je mensen mee kunt raken. Omdat je dan het collectieve bewustzijn in het hart spreekt. En zodat ook zij voorbij schuld en schaamte kunnen komen. En dat ze weten dat het duister wat ze op dit moment ervaren, dat niet een blijvend iets hoeft te zijn. Dat je je daaruit kunt bevrijden. Maar dan moeten ze wel weten hoe. En ze hebben niks aan mooie spirituele woorden. Als er niets verteld wordt over wat daaraan vooraf is gegaan. Oké. Ja, en dan is er natuurlijk nog veel te um,
aan over te geven. De surrenderkaarten kunnen daar dan een hoop informatie over geven. Nou, het duurt eventjes. Om dienstbaar te kunnen zijn, waar moeten we dan ons dan aan over te geven? Oh, twee. Hé, er zit hier een andere kaart tussen, zag ik. Nou ja, dat zoek ik later dan wel uit. Goddelijke inspiratiekaartjes. Oh, nee, dat is echt een hele stapel. Dat ging even niet goed. Doe maar even opnieuw. Het waren er wel een stuk of 10, geloof ik. In het kader van dit onderwerp. Dat is 1. En dat is, oeps, die vloog rechts van me. Konden jullie niet in beeld zien. Dat is 2. Extra kaart uit de set, het wijsheid orakel, en dan ga ik beginnen. Ja, oké, thank you. Nou, dan gaan we beginnen. Ik ben heel benieuwd. Ja, je hebt je hem al, guilt. Master. Grote plan kunnen overzien. Nog te veel conditioneringen. Gespleten geest. Eerst transformeren. Wow. Ja, helemaal duidelijk. Kijk, situatie. Is dat het grotere collectief ook nog vermeende tweelingvlammen en lichtwerkers nog weliswaar werken aan de weliswaar in deze fase zijn van completion, maar het is wel een dwarsliggertje. Het dus waarheid is dat heel veel lichtwerkers, tweelingen van me, voelen dat ze hier iets te doen hebben, iets belangrijks te doen hebben, een taak te volbrengen hebben, voor het licht moeten gaan werken en iets met de wereld kunnen delen, maar dat ze nog niet, dat er nog een gespleten geest dwars zit en conditioneringen dwars zitten. Heel veel mensen, en ik spreek dus deze groep aan, hè, dus die ook naar mijn video's worden aangetrokken, tot mijn video's worden aangetrokken, is dat er nog sprake is van schuld. Hetzij schuld naar anderen, bij anderen neerleggen, of schuld bij jezelf neerleggen. Mensen die meer naar die mannelijke energie zijn doorgeslagen, die hebben de neiging om dat naar buiten te richten, om de schuld naar buiten te richten. Mensen die minder in hun mannelijke kracht staan, dus niet zozeer in actie, maar meer dat passieve hebben, meer die vrouwelijke energie zijn doorgeslagen, wat ook dan vervormd tot uitdrukking toe komt, die hebben de neiging om de schuld naar binnen te richten. Dat is net zo erg. Of net zo erg. Is net zo gespleten. En dat doet je net zo tussen de wal en het schip hangen. Wat deze kaart zegt. Tussen wal en schip
zitten. En dus geen beslissingen nemen. Geen belangrijke beslissingen nemen. Omdat op diepliggend niveau ook de lichtwerkers bang zijn om volledig te transformeren. Het volledig transformeren houdt namelijk in dat je evenwicht krijgt tussen je mannelijke en vrouwelijke energie. Die zit hier. Dat is het yin-yang teken, is heel klein. Maar dat je ook alles weg met dat zwaard wegsnijdt wat te maken heeft met jouw gekwetste ego. En dat is dus de pijn voor afwijzing, pijn voor verlating, pijn voor of angst voor verlies, et cetera. Allemaal gehechtheden. Die ligt op de hoopplek van je hogere zelf, dat je daar helemaal aan over gaat geven. Maar hij ligt dus ook op de angstplek, logisch, want het ego is daar bang voor. Het ego wil veel liever schuld schuiven. Guilt. Of schuldgevoel naar jezelf, zodat je jezelf in een staat van impasse houdt. Of schuld schuiven naar een ander. We willen allemaal, ook de lichtwerkers willen allemaal die nieuwe kansen, waar die voel voor staat. Dus we willen allemaal dat vertrouwen hebben vanuit onschuld van dat kind. En vooral naar onze intuïtie luisteren en niet bang zijn om in die afgrond te stappen. Bij nul beginnen, nieuw leven. Maar hij ligt op het recente verleden. En dat wil naar mijn idee zeggen dat het gros dat wel wil. Maar dat dat je nog daar niet klaar voor bent. Zo moet ik het zeggen. Het overgrote deel is bang om echt helemaal door die transformatie te gaan. En als je echt helemaal door die transformatie bent gegaan, dan zal de bron tot je gaan spreken. Dat is bij mij ook gebeurd. En wie dat dan ook mogen zijn, wie zich dan ook kenbaar aan je gaat maken op de een of andere manier. Dan pas kun je echt als die voel. En als die rebel, want deze is vanuit de onschuld van het kind. En deze is vanuit die wijsheid. Wat je hebt verkregen door ervaringen. En die je bereid bent om dat te delen met die wereld. Wat onbewust is, en ja, dit is dat lichtwerkers nog geen lichtwerkers kunnen zijn. Die nog niet meester zijn over hun eigen lot. Die kaart die rebel zei. Ze zijn die master nog niet, maar ze zijn ze zich onbewust van. Hij ligt onbewust. Want je kunt niet de master zijn en je kunt ook niet voor de bron werken als je nog je druk maakt om wat de schapen om jou heen van jou vinden. Als jij je nog kleiner maakt dan dat je bent. Je zult eerst die full power van die leeuw in jezelf moeten hebben hervonden. Maar dan kun je ook het verhaal delen wat je met de schapen om je heen hebt ervaren. En in hoeverre dat jou heeft verwond. En waardoor jij zelf ook een volger bent geworden. Een naaper bent geworden. Angstig bent geworden. Je in die massa hebt begeven. En je niet durfde uit te vliegen. Maar als jij nog conditioning hebt van nee hoor, ik ga mijn eigen verhaal niet vertellen die wereld in. Want wat zullen mensen wel niet van me denken? Whatever. Ik weet nog heel goed, dat is een stukje wat ik met jullie wil delen over toen ik mijn coachingsopleiding deed. En dat is wanneer was dat toch? In 2012 volgens mij, of
Ja, 2010. Ik weet het weer. 2012 ben ik de psychologie, Jungiaanse psychologie gaan doen. 2010 heb ik mijn coachingsopleiding gedaan. En dan weet ik nog heel goed dat we als werkstuk moesten maken iets, dat we een eindwerkstuk moesten maken. En dat ik in de auto terug zat naar huis, het werd in Eindhoven gegeven en ik woon in Apeldoorn. Dus we zijn een eindje rijden. En dat iedere keer in die terugweg, dat iedere keer in mijn hoofd zat, deel je verhaal, deel je verhaal. En dat ik maar iedere keer als tegenantwoord had, oh nee, wie zit er nou op mijn verhaal te wachten? Nee hoor, ik ga mijn eigen verhaal niet beschrijven. Wie zit daarop te wachten? Niemand zit daarop te wachten. Want wat ik heb meegemaakt is zo bijzonder niet. En daarbij heb je dus een conditionering en maakte ik mezelf klein. Daar zat dan eigenlijk veel meer achter van dat ik het nog niet durfde te vertellen. Uit angst wat het collectief waar die schapen symbolisch voor staan. Misschien dat er, ook dat schaamte achter zat. Of angst achter zat om mezelf helemaal bloot te geven. Toen was ik er nog niet klaar voor. Ik had deze nog niet helemaal hervonden in mezelf. En als je je verhaal, je eigen verhaal wil delen. En je hebt ook nog bijvoorbeeld de neiging om je moeder de schuld te geven van de pijn. En dan praat ik echt over schuld. Niet over eerlijk vertellen dat je een moederwond hebt opgelopen. Maar dat je in schuld zit. Van de ander heeft mij iets aangedaan. Ja, daar ben je er ook nog niet klaar voor. Maar wat dus onbewust is, is dat. En ik ga hem ook voorlezen uit het Osho-boek over de master. Waar zit die? Even kijken hoor. 34. Is dat je er dus pas klaar voor bent als je echt het grotere plaatje, zoals die grote adelaar hier in de nabije toekomst, als je dat grotere plaatje kunt overzien. En al jouw mogelijkheden kunt zien. Bereid bent om je eigen gespletenheid onder ogen te zien. Je besluiteloosheid, je weigeren om een belangrijke levensbeslissing te nemen. Je verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat jij bent tegengekomen. Invloed anderen. Vanaf dat je welp was en te maken hebt gekregen met gevoelens van verlaten zijn. Gevoelens van afwijzing, waardoor je jezelf kleiner hebt gemaakt. Of hebt gekozen om jezelf bij tijd en wijle ook groter voor te doen. Als je die gespletenheid in jezelf gaat zien. En dat je stopt om te wijzen naar de gespletenheid in die ander. Daar heb ik ook op een gegeven moment mee moeten stoppen. Zeggen nee. Ik ben degene die steeds vastloopt. Ik ben degene die steeds toch niet happy is. Of ruzies aantrek. Of disbalans in mijn leven aantrek. Schaamte voel. Depressie voel. Lijden voel. En dat ik bij mezelf te raden moest gaan. In plaats van schuld te leggen bij de ander. Want ik was zo iemand, ik was meer naar de yang-energie en ik legde de schuld buiten mezelf. Maar nogmaals, de anderen meer naar de yin-energie leggen de schuld bij zichzelf. En het is hetzelfde. Het is precies hetzelfde. Procent van de bevolking. Daarom komt deze kaart ook naar voren. 10% van de bevolking, die moeten verschil gaan maken. Al deze puzzelstukjes staan voor mij,
voor al je vorige levens en ook de puzzelstukjes die je al in dit leven hebt gelegd. En dat je op dit moment in je laatste incarnatie zit als lichtwerker en dat je het laatste stukje van die puzzel legt. Derde oog. Zodat je helemaal dienstbaar kunt zijn en kunt gaan werken als lichtwerker voor de bron. Maar dan moet je ook de leiding horen. Moet je ook daar ook niet meer aan twijfelen. Dit is typisch. Stemmetje van het intuïtie, stemmetje van de angst. En bij God niet weten welk stemmetje je moet volgen. En dus tussen het wal en het schip blijft hangen. Wat zou ik doen? Ja, de master. Kijk. Deze master in zijn lichtkant. Wil het volgende zeggen. En dat beschrijft helemaal waar ik ook deze video mee begon. Van wanneer je er klaar voor bent om echt dienstbaar te zijn aan de mensheid. Dat je dus ook klaar moet zijn om jouw verhaal te delen. Bij Zen is de meester geen meester over anderen, maar meester over zichzelf. Meesterschap in liefde. Dus ook zelfliefde. Ieder gebaar en ieder woord van hem zijn een afspiegeling van zijn verlichte staat. Hij heeft geen doelstellingen, geen verlangen dat iets anders zou moeten zijn dan het nu is. Zijn discipelen verzamelen zich niet om hem heen om hem te volgen, maar om zijn aanwezigheid te drinken en zich te laten inspireren door zijn voorbeeld. Dit is precies waar ik toegeleid werd van practice what you preach. Je kunt iemand niet inspireren als je zelf niet doet wat je predikt. En als je het zelf nog niet hebt ervaren hoe je die master bent geworden. Dat ben je niet door boeken alleen te lezen. En dus die spirituele kennis te vergaren. In zijn ogen vinden ze de weerspiegeling van hun eigen waarheid. En in zijn stilte kunnen ze makkelijker afdalen in de stilte van hun eigen wezen. Dat is het inspireren vanuit het hart. De meester verwelkomt de discipelen niet omdat hij ze wil leiden, maar omdat hij zoveel te geven heeft. En dat geven heeft dus niet zozeer te maken met alleen kennis die je hebt vergaard geven, maar vooral je ervaringen te delen. En dan onthecht te zijn van wat de schapen ervan vinden. Als jij jouw waarheid deelt. En ook al is die waarheid in de ogen van het ego niet zo fraai. Omdat je schuld hebt gelegd bij de ander. Of omdat je anderen verantwoordelijk hebt gemaakt voor jouw troep. Dat je geprojecteerd hebt. Dat je mensen in de steek hebt gelaten. Doordat jij jezelf niet durfde te laten zien. Dat je het masker van de liefde hebt gedragen. Dat je het masker van de macht hebt gedragen. Of net zo masker van sereniteit hebt gedragen. Dat je niet echt was. Want heel veel mensen denken dat ze echt zijn, terwijl ze het zo nog helemaal niet zijn. Dat ze zelf ook nog spirituele ego-maskers dragen. Het is alleen mogelijk als de meester in je is ontwaakt. Nu is die meester nog in diepe slaap. En de mind, de bediende, speelt de rol van de meester. En de bediende is niet eens jouw bediende. De bediende is in dienst van de buitenwereld en volgt de buitenwereld en zijn geboden. Hier, de schapen. Durft nog geen rebel te zijn en zijn hele eigen waarheid te leven, omdat er angst is wat anderen dan van je zouden vinden. En dat je dan de schuld krijgt. Of schaamte voelt. Of whatever. En dat is helemaal niet erg. Maar dan ben je nog niet in dienst van de bron. En dan is het heel erg belangrijk om je helemaal te verbinden met jouw transformatieproces waar het ego zo bang voor is.
En dan moet je bereid zijn om je helemaal te laten gaan. Zodat je de onschuld van het kind weer kan terugvinden uit het verre verleden. Even kijken. En dat je volledig vertrouwen hebt op in het pad wat je loopt. Het zwaard dat de illusie doorklieft. De slang die zich vernieuwt door zijn huid af te werpen. Het is heel belangrijk. Bereid zijn om je oude huid af te werpen. En dus je niet vast te houden aan het oude. Dat je altijd bereid bent om steeds maar weer te vernieuwen. En de gebroken keten van de beperkingen en het yin-yang symbool dat de dualiteit transcendeert. Een van zijn handen rust in zijn schoot, open en ontvankelijk. De andere reikt omlaag om de mond van een slapend gezicht aan te raken. Een symbool voor de stilte die komt als we in rust verkeren. Dit is een tijd om je totaal te laten gaan. Laat alle pijn, verdriet of problemen er gewoon zijn. Accepteer de feitelijkheid ervan. Het lijkt heel erg op de ervaring van Gautama de Boeddha toen hij na jaren zoeken uiteindelijk opgaf in de wetenschap dat hij verder niets kon doen. Diezelfde nacht nog werd hij verlicht. Transformatie komt als de dood, wanneer het haar schikt. En net als de dood haalt je uit je huidige dimensie en brengt je naar het volgende. In Zen is een meester niet zomaar een meester. In alle religies bestaan alleen leraren. Ze leren je over onderwerpen die je niet kent en vragen je te geloven, omdat deze ervaringen met geen mogelijkheid in de objectieve werkelijkheid kunnen worden vertaald. Ook de leraar kent ze niet. Hij gelooft er alleen maar in. Hij draagt zijn geloof over op een ander. Zen is geen wereld voor gelovigen. Zen is niet voor gelovigen. Zen is voor waaghalzen die alle geloof, ongeloof, twijfel, reden en denken kunnen loslaten en simpelweg binnenstappen in hun pure, grenzeloze existentie. Dat is het precies, hè? Daarom ligt hij op de vrees. Dat de meeste lichtwerkers, die eigenlijk wel die hiervoor op aarde zijn gekomen, maar niet... Hoe stond het er nou zo mooi? Dat je een waaghals moet zijn. Een waaghals die gaat voorbij wat de schapen vinden. Dat de waaghals is de rebel. En die is bereid om, hoe schaamtevol het voor het ego ook wellicht is, of voor andere ego's. En zo is het niet, want je raakt mensen in hun hart. Om je verhaal te delen. Nu hebben de mensen veel meer de neiging om te delen hoe goed ze alles hebben opgelost. Of van die spirituele spreuken. Of meer gepredikt. De meeste mensen hebben namelijk een issue met alleen zijn. De meeste mensen voelen zich, ook al denken ze dat ze de master zijn... Of de meeste mensen voelen zich in stilte nog heel erg alleen. Vinden het heel lastig om alleen te zijn. Voelen zich eenzaam. En hebben dus die pijn van verlaten zijn of de pijn van afwijzing nog niet verwerkt. Ze zijn nog niet heel. En als je niet heel bent, of grote mate van heelheid hebt bereikt, meesterschap in liefde voor jezelf hebt bereikt en dan pas voor anderen, dan pas kun je licht laten schijnen, ook al ben je alleen. De meesten hebben daar nog een issue mee, met aloneness. En... laten ze nog beïnvloeden door anderen. Invloed van anderen is dat ze direct in de gespletenheid terechtkomen. Wat vindt de ander ervan? En dat is schizofrenia. En die kaart staat voor...
Maar we zitten in een de persoon op... Nee, laten we bij het begin beginnen. De persoon op deze kaart geeft een nieuwe draai aan de oude uitdrukking tussen de wal en het schip zitten. Maar we zitten in een soortgelijke situatie als we vastkomen te zitten in de besluiteloze en dualistische kant van het denken. Moet ik eerst mijn handen loslaten en ondersteboven omlaag vallen? Of mijn benen loslaten en rechtop omlaag vallen? Moet ik hierheen of daarheen? Moet ik ja of nee zeggen? En welke beslissing we ook nemen, we blijven ons altijd afvragen of we anders hadden moeten besluiten. De enige uitweg uit dit dilemma is helaas allebei tegelijk los te laten. Uit dit probleem kom je niet door het op te lossen. Een lijst van de voor- en nadelen op te stellen of met je verstand naar een oplossing te zoeken. Je kunt het beste je hart volgen, als je dat kunt vinden. Als je het niet kunt vinden, spring dan maar gewoon. Dan zal je hart zo snel beginnen te kloppen dat je het niet kunt mislopen. De ziel van de mens is één. En je kunt ook anderen pas uit die gespletenheid halen als jij jezelf uit die gespletenheid hebt gehaald. Je kunt andere mensen niet inspireren als je zelf nog tussen het wal en het schip hangt. Kan toch niet? Je kunt hele mooie kennis delen met je intelligentie. Maar daarmee leid je de mensen niet. Je laat ze niet drinken uit jouw ervaringen. Zodat ze de waarheid kunnen horen en dan dus het licht kunnen schijnen op hun eigen waarheid. En de waarheid is dat ze gespleten zijn en dat ze nog volgen, bang zijn, issues met schuld hebben, het grote plan nog niet op kunnen overzien, bang zijn om alleen te zijn, zich niet veilig voelen in zichzelf, nog geen masterschap hebben bereikt, ook geen geduld hebben. Die vrouwelijke energie, geduld is wat het ego niet heeft. Maar dat ook de lichtwerkers soms niet bereid zijn om door die maanfasen te gaan. En volledig helemaal in die transformatie te gaan. Om helemaal alles in zichzelf onder ogen te zien. Juist in het contact met de ander, hoe gespleten je zelf bent. Maar de meesten kiezen ervoor om toch nog te zien hoe gespleten de ander is. En dus net doen alsof ze de master zijn, terwijl het niet zo is. Pas als ik ga zien bijvoorbeeld, hè, want dat is voor mij dan leidraad, van dat echt mensen hun eigen ervaringen gaan delen. In alle kwetsbaarheid, in openheid. En dat is juist niet het rooskleurige verhaal. Dat is die waarheid, de moeilijk verkregen waarheid over zichzelf. Dan is dat laatste stukje van die puzzel gelegd. En dan heb je het vertrouwen gekregen om voor de bron te kunnen werken. Maar eerst zul je loyaal moeten zijn aan de waarheid. Wauw. En waar... Ja. Ja, laat ik eerst deze doen. Als je echt je wil inzetten om echt te kunnen gaan functioneren als lichtwerker, dan moet je je overgeven aan ontkenning. En dat je dus de dingen in jezelf gaat ontkennen. Dan zul je de blinddoek af moeten doen omtrent jezelf. En dan zul je ook andere mensen en situaties precies moeten accepteren zoals die zijn. Zonder de moeilijkheden te ontkennen. Dan kun je de dingen helder zien
en maak je ook de beste beslissingen. Niets meer in jezelf ontkennen. Want dat is hier het issue. Dat mensen het wel zien in de ander, maar niet in zichzelf. En daar een blinddoek voor op hebben. Je overgeven aan frustratie. Frustratie opent geen deuren. De sleutel tot de oplossing met dit dilemma is om adem te halen en jezelf in je centrum te brengen. En opnieuw de situatie te bekijken met een andere houding en dan met een meer kalme houding. Als je nog regelmatig gefrustreerd raakt over wat anderen doen, of hè, dat is ook, dit heeft een beetje met schuld, maar of als je gefrustreerd raakt over jezelf, snel geïrriteerd bent, dan kun je er echt donder op zeggen dat er iets in jou nog onder ogen gezien mag worden. En dat, als je dat dan niet ontkent, dan kun je daarmee aan de slag. En je overgeven aan je gehechtheid aan het resultaat. Een ware meester is niet meer gehecht aan het resultaat. Die doet in het hier en nu wat de leiding aangeeft. Ook al is de goddelijke leiding in eerste instantie iets waarvan je denkt van nou, wat daarvan moet komen. Maar goed, je doet het omdat je voelt dat je het moet doen. Het feit dat ik dit nu deel, als ik gehecht zou zijn aan een resultaat, dan zou ik het niet, of gehecht zou zijn of wat anderen van me vinden, dan zou ik dit niet durven brengen. Want dit is, nou ja, dit is best wel een confronterende reading. Als ik bang zou zijn om negatieve feedback te krijgen, of dat ik gelijk resultaat wil zien, dat het collectieve bewustzijn gelijk omhoog komt. Ja, dan doe je dit niet. Want ik bedoel, het is op de lange termijn. En misschien zie ik het resultaat of ziet een lichtwerker het resultaat wel nooit. Maar schep een zaad, ben je alleen nog maar zaadjes aan het zaaien. En ga ik eerder deze wereld verlaten voordat ik de oogst heb kunnen zien. Maar ja, dan zie ik de oogst boven. maar, nee, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Het meeste lijden krijg je door gehecht te zijn aan het resultaat. Ook als je, kijk, het kan heel simpel zijn in de liefde. Als je weet dat je uit zou mogen reiken naar jouw ware geliefde. Maar je bent bang maar misschien is het niet voor altijd. En misschien word ik daarna, of word ik wel eens afgewezen of verlaten. Ja, dan doe je niet niks. Maar als jij weet, hé, die relatie kan mij meer doen groeien. Of kan ik weer meer leren. Ik stap in het nieuwe. In het onbekende. Dan heb je je gehechtheid aan het resultaat losgelaten. En dan ga je voor groei en niet voor zekerheid. Om als lichtwerker te kunnen werken, moet je voor groei gaan. Altijd en nooit voor zekerheid. De stam. Wauw. Dat is een hele mooie die er helemaal bij past. 8. Het gaat hagelen. De stam. Dit is ook waar je ook te maken krijgt als lichtwerker, is dat je dan zeg maar je inzet voor een bepaalde gemeenschap. Gezien en begrepen worden de anderen, contact met gelijkgestemden, je plaats kennen in de wereld. Deze kaart geeft aan dat je aansluit bij een nieuwe groep. Mensen zijn sociale wezens en we moeten weten dat we nuttig zijn voor onze omgeving. Familie en de gemeenschap. Dat is precies, hè, dat je als lichtwerker dat je in het belang van de gemeenschap handelt.
En, dus, en dan moet je je eigen zelfzuchtige, egoïstische verlangen hebben opgegeven. Je hebt dan een doel. En dat ontstaat omdat je met anderen samenwerkt en iedereen er voordeel van heeft. Het geeft niet in welke vorm of met welk doel. De persoonlijke verbondenheid met anderen geeft je vreugde. Het inspireert je en je wilt er je bijdrage aan leveren. Maar je kan pas persoonlijk verbonden zijn als je dus ook bereid bent om jouw minder goede ervaringen, die dat ego als minder goed betitelt, te delen. Daar krijg je verbondenheid door. Wauw, dit is het precies. Gelijkgestemde zielen. Gelijkgestemde zielen die bereid zijn van zichzelf te geven. Ik heb een tijdje geleden een oproepje of een quote neergezet op Facebook van: het gaat om geven. Wat zou jij de wereld willen geven? En dan komen er echt mooie, mooie antwoorden op, maar eigenlijk tegelijkertijd niet zeggend. En dat bedoel ik niet negatief. Ik bedoel daarmee dat het nog niet helemaal duidelijk is. Mensen reageren dan van: ja, ik geef liefde. Ja, oké. Okay. Ja, dat klinkt heel mooi. Maar hoe doe je dat dan? En hoe heb jij dan meesterschap in de liefde bereikt, zodat je liefde kunt geven? Ik geef zachtheid, werd er ook wel. Ik ben voor de zachtheid. Kan ik me ook herinneren. Ik geef zachtheid de wereld in. Oké, okay, klinkt ook mooi. Maar hoe zit het dan? Wat voor conditionering heb je dan over hardheid? Is er iets? Wat is zachtheid? Waarom? Met welke intentie wil je zachtheid delen? Want onvoorwaardelijke liefde is soms ook dat de bron je zegt dat je even niet zacht moet zijn, maar dat je de waarheid moet zeggen wat het ego betitelt als hard. Onvoorwaardelijke liefde is waarheid brengen. En niet alleen zachtheid brengen. Ook de rebel durven zijn. Niet alleen liefde brengen in de vorm van menselijke liefde. Want dat wordt er vaak mee bedoeld. Maar liefde is soms ook gewoon durven een ego te durven confronteren. Als je uiteraard meesterschap hebt bereikt over je eigen ego. Wauw. Laatste twee. Dit zijn de Jezus en Maria kaarten. Kijk. Wow. Het is een hele mooie. Die past er ook helemaal bij. Realiseer je hoe vaak je op een dag bezig bent om anderen en jezelf te beoordelen en te veroordelen. Schuld. Word je bewust van de oorzaak van zo'n oordeel en laat het dan los. Het vormt de essentie voor het openen van het hart. Als het hart geopend is, is er dus geen oordeel meer. Innerlijke pijnen komen niet uit de levenservaringen voort, maar uit de interpretatie van deze ervaringen. Dit is echt een doordenkertje. Want wij denken natuurlijk van: oh, ik heb die ervaring gehad en daar komt mijn innerlijke pijn uit voort. Maar dit verklaart ook waarom de een met eenzelfde levenservaring er minder last van heeft dan de andere persoon. Het gaat om hoe je de ervaring interpreteert. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met jouw identiteitsgevoel. Kijk, als jij jezelf klein maakt, dan heb je dus daar interpretatie over. Maar ook conditioneringen, overtuigingen. Mooi.
open zijn over je innerlijke pijnen. Delen met de wereld hoe je dat hebt overwonnen. Deel dat met de wereld. Ik wil nog één kaart uit de set van de Engelentarot om het af te sluiten. Valt er nog iets meer over te zeggen? Die vliegt er echt uit. Ja, wauw. Koningin van water. Zorg goed voor jezelf en voor anderen. Relaties komen op een hoger plan. Vertrouw je intuïtie. Wees goedhartig, meelevend, geduldig, liefdevol. Dat is die koningin in jou. Maar ook in de man. Het is die vrouwelijke energie. Het is die, ja, het toegang tot de bron. Want dit is schuld. Komt voort uit het denken. Uit interpretatie, conditioneringen, oordeel. Het vrouwelijke, het gezond vrouwelijke, die zich heeft, die de integratie heeft met het mannelijke, anders zou ze geen koningin zijn, is goedhartig, meelevend, geduldig, liefdevol. En die is bereid er om alles aan te doen om relaties op een hoger plan te brengen. En intuïtie ook te vertrouwen. Maar daar hoort bij dat je dan goed voor jezelf bent en voor anderen. Wauw. Ja, omdat die... Ik wil er toch nog één. Oh, deze. Aas van aarde. Is de aas van het pentakels. Dus de grootste gelukskaart. Dit is de kaart van overvloed. En dat we kunnen alleen maar overvloed scheppen als we dit gaan belichamen. Als we niet meer oordelen. Als we geen schuld meer schuiven. Als we onszelf niet verder laten zijn dan dat we zijn, maar dat we echt gewoon voordat we dit gaan uitdragen, dat we bereid zijn helemaal te transformeren. Het te stoppen met ontkennen in onszelf. En helemaal eerlijk te zijn. En dan krijg je vanzelf, komt de bron bij jou. Want je hoeft het niet te zoeken. Zij komen bij jou als je er klaar voor bent. Dat is mij ook, die ervaring heb ik ook. Dan op zo'n, ineens op een moment, maken ze zich aan je kenbaar. Als jij je gespletenheid hebt opgeheven, voor een groot deel, in ieder geval die verantwoordelijkheid voor alles in jouw leven, de verantwoordelijkheid hebt genomen, gaan zij contact met je opzoeken. Zij maken zich aan je kenbaar, op wat voor manier dan ook. De bron. Wauw. Dat was het. Best pittig. Maar ik hoop toch dat je er wat aan hebt. En ik vertrouw er weer op dat het weer bij de juiste mensen terechtkomt. En resoneert dit niet bij je, dan laat het gewoon aan je voorbij gaan. Wees eerlijk, daar begint het mee. En ik dank je heel erg hartelijk voor het kijken. En tot de volgende video weer, als ik dat intuïtief voel. Heel veel liefs.
Bye.